Michelle de Tangenent en ik doe vrijwilligerswerk als hondenuitlater voor het dierenopvangcentrum Gouda. 'S Morgens om 9 uur dan beginnen we met de honden uit te laten. Uitlaten dat doen we door weer en wind, ook als het regent en ook als het heel erg slecht weer is. En tijdens de feestdagen gaat het ook gewoon natuurlijk door, dus met kerst. Dan zijn hier ook gewoon uitlaters aan het werk en de honden moeten ook gewoon verzorgd en gevoerd en alles worden. Dus dan zijn we er ook gewoon. Als er na het uitlaten nog tijd over is, dan kunnen we met de honden spelletjes gaan doen, zoals de snuffelmat of een balletje gooien. En daarnaast kunnen we met de honden gaan trainen op de trainingsbaan. Harry is een Old English Bulldog. Die zit hier nu enkele weken. En Harry is een ontzettend leuke, lieve hond die alles doet voor een koekje. Met de bal gooien, dat vindt hij niet interessant, maar hij doet alles voor een koekje. Kan ook heel goed op de trainingsbaan. Leo is een hele lieve hond die ongeveer 1,5 jaar geleden als zwerver uit het buitenland is gekomen. Heeft toen een tijdje bij een gezin gezeten, maar dat is uiteindelijk is dat toch niet zo heel goed gegaan en is die bij ons terechtgekomen. Leo is een ontzettend lieve, aanhankelijke hond die het liefst helemaal tegen je aan kruipt en op zijn rug gaat liggen en dan lekker geknuffeld wil worden. Soms doen de asiels onderling honden uitwisselen. Als bijvoorbeeld hier al een hond heel erg lang zit, dan wil het soms wel eens helpen om ze een tweede kans te geven in een ander asiel. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving. Sommige plekken aarden sommige honden ook gewoon beter. Dus en op die manier is Pony bij ons terechtgekomen. Die is geruild voor een andere hond. De leukste hond die ik me kan herinneren, dat was een hele grote sterke rottweiler. Die heet Tattoo. Dat was een hele lieve hond, maar heel erg sterk en niet goed getraind. En die lieten we dus ook samen met een andere uitlater lieten we die uit. We hebben echt kilometers hebben we afgelegd met z'n drieën, hond met 2 riemen eraan en 2 uitlaters eraan.